De bouw van de Zuidelijke Ringweg in Groningen, het grootste bouwproject van Noord-Nederland, begint nu flink op stoom te komen. Dit na jaren stilstand vanwege kostenoverschrijdingen en gesteggel tussen de provincie en de bouwcombinatie over wie hier voorop moet draaien. Momenteel wordt aan een traject van 12 kilometer volop werkzaamheden verricht. Je ziet het bij het Julianenplein, je ziet het bij het Vrijheidsplein, je ziet het in Oost, bij het Europaplein. Overal zijn werkzaamheden aan de gang. Dus mensen zien de komende tijd ook echt wel elke maand wel een verschuiving. De meest in het oog springende vernieuwing van de ringweg is het gedeelte dat onder de grond komt. Hier is men nu al bezig om de verdiepte snelweg te overkappen. Dan zie je eigenlijk al dat het hele deel waar de verdiepte ligging is al voor het grootste gedeelte al helemaal is ontgraven en op diepte is gebracht. En dat het dus nu zie je langzamerhand, ja, zoals we hier nu staan, de tunnelbak al ontstaan waar straks al die auto's doorheen gaan rijden. Dat de werkzaamheden nu vlot verlopen betekent niet dat al het leed al geleden is. Van 11 februari tot 9 mei volgend jaar is het Julianaplein, het belangrijkste knooppunt van de stad, gedeeltelijk gestremd. Ene keer is de ene kant op slot, de andere keer de andere kant op slot. Dus er moet heel veel verkeer moet eigenlijk daar wegblijven. Dus dat is onze grootste uitdaging waar we nu de komende maanden voor staan om dat allemaal voor te bereiden. De provincie, gemeente en bouwcombinatie Herenpoort roepen bedrijven en particulieren dan ook op om in deze periode maatregelen te nemen om een verkeersinfarct te voorkomen. Dus iedereen moet voor zichzelf naar kijken. Wat kan hij doen om in die weken zo weinig mogelijk verkeer hier op de Zuidelijke Ringweg te hebben? Het hele project moet over 4 à 5 jaar gereed zijn.